We zitten midden in de maand mei. De meimaand is de Mariamaand. De meimaand is ook de pelgrimsmaand in Ommel. Kapelaan Harold van Overbeek vertelt over deze bijzondere en ook bijzonder drukke meimaand. Het is een bekende bedevaartoord, maar hoe is Ommel een bedevaartoord geworden? Dan gaan we terug naar de 14e eeuw, wanneer er tussen Ommel en Asten een Maria-beeldje wordt gevonden op het... Op een afrastering. En dat beeldje blijkt afkomstig te zijn uit het voormalige Constantinopel, het huidige Istanbul. Dat is rond 1100 is het gesneden en het heeft daar een evangelieboek versierd. Uiteindelijk, en we weten natuurlijk niet hoe dat is gebeurd, maar is dat beeldje hier in deze streek terechtgekomen. Het beeldje is hoogstwaarschijnlijk naar hier gekomen bij terugkeer van de kruistochten. Maar het is in ieder geval rond 1400 is het beeldje gevonden. En er gebeuren al heel snel wonderlijke gebeurtenissen rond dat beeldje. Zo wordt het naar de kerk van Asten gebracht. Maar in de nacht keert het toch weer terug naar dezelfde plek. Wat een teken is dat Maria daar wil zijn. Uiteindelijk, dus mensen komen op naar dat beeldje toe, omdat het zo bijzonder is. Uiteindelijk is er een zekere zeeman, Jan van Haven, die in rond 1444, uit dank dat hij verhoord is door Maria, bouwt hier in Ommel, op het Onze Lieve Vrouwenplein, een kerk. Een kerk, dus eigenlijk dan nog een kapel. En mensen komen van heinde en ver op bedevaart. Ook wordt er een klooster gesticht, Mariaschoot, door Maria van der Goor. En de zusters al daar, die zorgen voor de bedevaart. Dan komt de tijd van de reformatie. En in deze streken mag het katholieke geloof niet meer beleden worden. De zusters moeten uitsterven. Dat is wel leuk om te vertellen. Als een zuster stierf, dan kreeg een novice, een leerlingzuster, die nog eigenlijk geen zuster was, die kreeg de naam van de overleden zuster. Waardoor op een gegeven moment er controle kwam uit Den Haag. En toen bleek dat hier zusters waren die toch al 120, 130 jaar oud waren. Dat was dus eigenlijk de manier om ervoor te zorgen dat er altijd maar kloosterlingen bleven hier in het klooster. Op een gegeven moment daarom zijn de zusters toch moeten vertrekken naar het zuiden, naar Zuid-Limburg. En de zusters zijn daar ook uitgestorven. Uiteindelijk is het beeldje toch teruggekomen, rond 1840. Is het opnieuw hier in de kapel geplaatst op het Onze Lieve Vrouwenplein. De bedevaart begon ook weer. En inmiddels was Ommel ook gegroeid. Hij wilde graag dat het een zelfstandige parochie werd. En in 1882 werd Ommel een eigen parochie. Dat hield dus in dat de mensen in Ommel niet meer naar Asten hoefden. Bijvoorbeeld voor de doop of voor het huwelijk of voor een uitvaart. Dat mocht dus nu zelf plaatsvinden hier in Ommel. En daaromheen, om die kapel, is een grote neogotische kerk gebouwd. Nou, die neogotische kerk, de mensen van voor de oorlog, zal ik zo zeggen, die weten nog hoe die kerk eruit zag. Een hele mooie kerk. Alleen die kerk is in 1944 zwaar gehavend, zoals eigenlijk heel het dorp Ommel. Driekwart van Ommel was verwoest. En toen is besloten om de kerk niet te herbouwen. Dat zou misschien nu anders zijn geweest in deze tijd, maar er was veel problematiek, veel huizen verwoest. Mensen hadden geen dak boven hun hoofd, dus er waren andere zorgen. Toen heeft men het pakhuis van de Boerenbond heeft men omgebouwd tot kapel, of beter gezegd tot noodkerk. Eerst zelfs heeft men nog een tijdje gekerkt in café IJsbouts, hier tegenover, totdat de noodkerk klaar was. Men is toen gaan kerken in de noodkerk tot 1962, 63, omdat toen de nieuwe kerk achter mij reeds klaar was. En die is dus gebouwd in het processiepark gedeeltelijk en gedeeltelijk in de tuin van de pastorie. En die kerk staat er nu ook alweer ruim 50 jaar. Ja, nu is bedevaart Ommel. De meimaand is traditiegetrouw ontzettend veel mensen op bezoek. Hoeveel mensen komen er nu gemiddeld in de meimaand? Dat is natuurlijk heel moeilijk te schatten. Men spreekt dat er op
dat er per jaar ongeveer zo'n 50.000 mensen komen. In de meimaand, ja, wat zou het zijn? Ik durf er eigenlijk geen getal aan te koppelen. Het kunnen er 30, het kunnen er 40, het kunnen er meer zijn, hè, 30, 40.000. Ik durf het niet precies te zeggen. Nu is tijdens de meimaand ontzettend veel kerkdiensten, maar u doet die niet allemaal alleen, hè? Nee, we hebben dus door de week hebben we iedere morgen om 8 uur de mis. Daarbij hebben we ook verschillende bedevaartsmissen, dus die ook door de week komen. En in het weekend hebben we 7 missen. 3 op zaterdag, dus morgens om 8 uur en 's avonds om 6:15 en om 19:30. En zondagsmorgens om 6:30, 8 uur, 9:30 en om 11 uur. En 's middags is er een plechtig lof of er is een grote processie. Nu, op deze plaats, ik ben natuurlijk wel als het ware gastheer. Dus de meeste missen doe ik zelf. Maar daarbij heb ik heel veel assistentie van de paters uit Asten. Ook van pastoor Schepers, de nieuwe pastoor van Asten. Ook van deken John van der Laar uit Mierlohout. Die zou me eigenlijk in deze meimaand ook komen helpen. Maar die heeft 2 weken geleden een zwaar ongeluk gehad. En ligt momenteel nog in het ziekenhuis met zware wonden. Hoe is het met hem? Op dit moment heb ik gehoord dat het stabiel is. Maar het zal nog wel, denk ik, een lange traject worden om te herstellen. Nu is het bijna Pinksteren. Daar komen ook nog speciale kerkdiensten in tijdens de Pinksterdagen? Nou, vooral nu valt... Het is eigenlijk zo, op de derde zondag van mei... dan is hier in Ommel altijd de grote processie. En dat valt nu samen met Pinksteren. En de grote processie is toch een beetje het hoogtepunt van de meimaand hier in Ommel. En dan trekken we hier door de straten heen en door het processiepark. En het is een processie die al vele jaren de Ommel trekt. En die is heel bijzonder. Het is echt een oude klassieke processie met bruidjes, met allerlei religieuze attributen. Met beelden, met vaandels. Dit jaar komt er ook een Piper Society, dus een drumband met doedelzak. Dat is voor de eerste keer en we proberen ook dat de processie, iets moois blijft en ook eens af en toe veranderingen daarin aan te brengen, zodat het ook levend mag blijven. Hoe laat begint deze? Die begint zondagmiddag om 3:00. Nu zijn er nog andere kerkdiensten, speciale kerkdiensten van verenigingen uit Asten en Zomeren. Hebt u zo in het hoofd wanneer dat die zijn? Donderdagmiddag is om 2:30 is er een bedevaartsmis van de Katholieke Bond van Ouderen van Asten, Heusden en Ommel. En die komen ook ieder jaar getrouw naar hier toe. En dus een speciale mis die opgedragen wordt voor alle leden van de KBO en ook voor de overleden leden. En zij brengen ook een eigen processiekaars mee. Die wordt gezegend en die wordt bij de Mariatroon geplaatst. En als het nodig is dat bijvoorbeeld mensen ziek zijn of vanwege een uitvaart of wat dan ook, dan kunnen ze mij daarvoor bellen en dan wordt die kaars speciaal aangestoken bij Maria. En dan, dat is voor Asten. Zij actief, Brabant had ook nog een dienst? Die komen woensdagavond om 19:30. Dat is de vrouwenvereniging eigenlijk van hier van deze streken. Die komen ook ieder jaar hier op bedevaart. Dus eigenlijk, kijk, de bedevaart, je zou kunnen zeggen, wie komen nou hier? Dat zijn eigenlijk mensen vooral uit Zuidoost. Brabant en Noordwest-Limburg. Soms zijn het dorpen, echt op zich, dat het dorp in zijn geheel komt. Bijvoorbeeld, de eerste zondag van mei komt traditiegetrouw Vlierde altijd. Bijvoorbeeld vanavond is het maandagavond 19:30. Dan komt Mierlo op bedevaart. Zo is Mierlo Hout al op bedevaart geweest. Tweede Pinksterdag, altijd om 11:00. Komt de parochie Hezen op bedevaart. En daarnaast zijn er dus een heleboel groepen bedevaarten van instellingen, van organisaties, die vaak ook door de week naar hier komen. En als men nou meer wil weten, waar kunnen ze dan het beste gaan kijken? Want ik denk ook wel dat de parochie een eigen website heeft. Nou,
dat is een beetje het probleem. Het probleem is dat we zijn gefuseerd tot een nieuwe parochie, de Sint-Franciscus-parochie. Alleen er is nog geen nieuwe website voor. En daar zijn we volop mee bezig. Het probleem is dat anders hadden we dit natuurlijk zeker op een website geplaatst, alle mistijden en alles wat er zich hier afspeelt. Alleen dat is nog niet mogelijk. En dat is wel een gemis, want mensen die vragen dat ook, waarom het niet is. Maar jammer genoeg moeten mensen nog even geduld hebben en over een aantal maanden gaat een nieuwe website de lucht in.